Jan heeft in de module een nieuwe business case aangemaakt: thuismonitoring bij hartklachten. Het doel hiervan is om de kosten en baten van alle betrokkenen inzichtelijk te maken. Hij werkt hierbij in een beveiligde omgeving waarvoor een wachtwoord vereist is. De module vergelijkt de situatie van voor de vernieuwing, de startsituatie, met die van na de vernieuwing, de verwachte of feitelijke situatie. Er is sprake van een feitelijke situatie in het geval van bijvoorbeeld een pilotproject dat al is gestart. Allereerst bakent Jan het project af door het beantwoorden van een aantal vragen om de business case te beschrijven, wat het doel en de aanleiding is. Ook geeft hij aan wat het belangrijkste proces is van de business case. In dit geval is dat preventief handelen. Dit proces zal worden doorgerekend. Nadat Jan alle betrokken disciplines en het aantal patiënten heeft ingevuld. Maakt hij een inschatting van de haalbaarheid van de vernieuwing met betrekking tot inhoudelijke, organisatorische en financiële aspecten? Overal beoordeelt hij de haalbaarheid met een 7. Hiermee sluit hij de afbakening af. Druk na elke pagina op de knop Opslaan en Volgende, zodat geen gegevens verloren gaan. Om de vernieuwing goed te kunnen beoordelen, brengt Jan eerst de situatie van voor de vernieuwing in kaart. Dit is de startsituatie. In de paragraaf tijdsbesteding vult hij voor elke patiëntgroep per discipline en per activiteit het aantal besteden uren in. Uiteraard heeft hij hiervoor overleg gehad met de cardioloog. Voor de hartverpleegkundige is de betrokken activiteit al wel ingevuld, maar is de tijdsbesteding uiteraard nog nul. In de paragraaf kwaliteit van zorg geeft Jan aan hoe de manier van zorg en dienstverlening in de startsituatie scoort op kwaliteit en patiënttevredenheid. Behalve naar investerings- en exploitatiekosten wordt ook gekeken naar de niet-vergoede activiteiten. Door te schuiven geeft Jan het percentage niet-vergoede uren aan voor elke discipline binnen elke patiëntgroep. In de startsituatie wordt geen enkel uur van de hartverpleegkundige vergoed. Jan schuift de knop hier dus naar 0%. In de paragraaf Voorkomen en uitstellen schat Jan in, middels de beantwoording van enkele vragen... Wat de invloed is van de manier van werken op de zorgvraag in de startsituatie. Zo is de invloed op het voorkomen van andere zorgvragen bij de manier van werken in de startsituatie vrij gering en krijgt deze een 4. In de vrije tekstruimte ligt hij die score toe. In de paragraaf Medewerkers Tevredenheid maakt Jan een inschatting van de mate van tevredenheid met de huidige manier van werken. In het resultaatscherm van de startsituatie wordt een overzicht getoond van alle resultaten per onderwerp. Het hoofdstuk verwachte situatie heeft dezelfde structuur als startsituatie. Dus in de paragraaf tijdsbesteding vult Jan voor elke patiëntgroep, per discipline en per activiteit, het aantal besteden uren in zoals hij die verwacht in de nieuwe situatie. Geheel automatisch worden alle gegevens uit de business case doorgerekend en in het hoofdstuk Resultaten gepresenteerd. Te zien is bijvoorbeeld dat de uren die de hartverpleegkundige van Jan heeft overgenomen helaas nog niet worden vergoed en dat er in de nieuwe situatie minder doorverwijzingen naar de cardioloog te verwachten zijn. De resultaten kunnen eenvoudig in een rapportage worden overgenomen door ze te exporteren naar een Excel-bestand of door de diagrammen als PDF te bewaren. Tot slot verwerkt Jan alle resultaten in een rapport dat hij gaat gebruiken bij het realiseren van de verandering. Business case eerste lijn voor een heldere afweging.